Alle vormen van geweld zijn toegestaan. Killen is toegestaan. Het is oorlog. Het is oorlog, Bram! We hebben vijanden! Bram, het is oorlog! Yes. Ik weet het, Bram. Nee! Oké, we nemen mijn blokje de grond. Victor! Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag, jongens. Het is oorlog. Het is oorlog, jongens. Tijd om Bram te vermoorden. Nee, welk team ik heb gekozen gaan jullie later deze video zien wanneer de oorlog er is. We hebben een heel plan uitgewerkt en het wordt allemaal nog bekend, maar dat is 's avonds pas. Het is nu 3:15 middags, dus we hebben nog heel even tijd om de laatste dingen voor te bereiden. En dan is het tijd om te gaan vechten voor ons leven. En met dingen voorbereiden bedoel ik eigenlijk ook nog even een schild creëren, mending op mijn zwaard zetten en misschien nog wel een goede helm creëren voor de fight. Golden appeltjes, je weet het allemaal. En als we er nog tijd over hebben, kunnen we even verder bouwen. Altijd verder bouwen, jongens. Voordat deze video begint, 3000 likes. Nu liken en dan... nodig ik René, mijn vriendin Rini, uit in de video. Goedemorgen, Dikkie Dik en Toeter. Het regent. Sorry, Toeter, dat je nat wordt. Ik wilde een mooi begin maken. Namelijk deze 6 diamonds uitgeven aan een prachtig nieuw helmpje. Hatseflats. Oh, mijn god, die had ik natuurlijk al, hè. Waarom geef ik altijd zoveel onnodige diamonds uit? Ik ben echt een ei. Ik ben echt een ei. Ik moet meer diamonds hebben. Ik heb te weinig diamonds. Ik ben weer arm. Nou, laten we heel even een korte mindsessie houden, want ik heb mijn winkeltje bijgevuld, maar er is nog niet echt iets gekocht. En ik weet ook niet andere dingen die ik mogelijk kan verkopen. Dus laten we maar gewoon even wat diamonds gaan minen. Ik was dus al een tijdje aan het stripminen en ik kom in één keer in een mineshaft en daarin vind ik gewoon een nametag. Ik had al trouwens 13 diamonds, daar niet van. Maar jongens, hier ben ik zo ontzettend blij mee. Ik neem die mine rails ook mee, want die kan ik mogelijk een keer in de toekomst gaan gebruiken. Maar dit is gewoon een niet geloote mine. Oh, mineshaft. Dat is zo ontzettend fijn, jongens. Dus laten we even kijken wat voor goede toeien wij hier allemaal kunnen vinden. Kijk, natuurlijk gewoon ijzer en goud is altijd fijn. Laat ik gewoon al die mine rails meenemen, want ik wil echt nog een keertje, wat ik zeg, een soort systeem maken van base naar base. Met een soort dat je post naar elkaar kan sturen of zo. Iets in die richting. Maar daarvoor hebben we wel mine rails nodig. En dat kost ontzettend veel ijzer. Maar zover vind ik nog niet echt heel veel bijzonders. Dus dat is wel teleurstellend. Hey, wacht, er is hier meer. Nou, dit kan nog wel eens interessant worden, hoor. Ja, maar... Oh, nog een nametag. Ja, en mine rails weer. En torches en de rest interesseert me. Oh my days. Oh, jongens, diamonds. 2 keer zelfs. Ik heb zo'n geluk. Oh, het is maar eentje. Het geluk houdt hier wel op. Zeg maar dat dit er meer zijn. Oké. Weet je, het waren er maar 3. Dus dat is best wel teleurstellend. Dat is toch best wel een teleurstelling. Maar ik heb fortune, dus we zitten goed. Een blok of raw iron? Huh? Er lag hier letterlijk een blok of raw ijzer gewoon. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat je dat in mines kan vinden. Gewoon echt al complete blokken van iets. Wauw, dat is echt heel nieuw voor mij. Sinds wanneer? Is dat ook gewoon sinds 1.18, jongens? Dat je dus rauwe blokken ijzer gewoon kan vinden. Dit gaat ver door! Wat een mega mineshaft, jongens. Ik dacht dat die in die mini was. Maar dit gaat echt oneindig door, joh. Holy crap. Nee, 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 niet jullie. Ik haat die spiders. Oh, dat zijn van die annoying cave spiders. Waar zit die? Hier. Weg, weg met jou. Huh. Ik haat dat, echt waar. Cave spiders, dat zijn de meest vreselijke mobs die er zijn. Na silvervis en zo. Van die veel te snelle mobs waar je weinig tegen kan doen. Hey, weer een diamond blokkie. Altijd welkom. Inmiddels al 24. Oeh, hey. Dit heb ik nog in één keer gevonden. Zou ik dit veel nodig hebben, denk je? Van het amethyst? Ga ik dit gebruiken? Nee, ik denk het niet. Ga ik het laten liggen? Ik denk het wel, jongens. Geef me één mooie reden waarvoor ik dit ooit nodig ga hebben. Kijk. Weer zo'n rauw blok, gewoon ijzer. Dat is echt chill. Dat is gewoon 9 ijzer en 1 chonk, vind je dan. Wat insane dat dat gewoon een ding is tegenwoordig. Nou, ik heb alweer genoeg gezien in deze mine. Ik ga de uitweg zoeken. Als ik die ooit nog vind, want het is een mega hier. En dan ga ik kijken of ik naar huis kan met mijn 2 nieuwe nametags. Heel veel nieuwe diamonds. En echt ook echt heel veel nieuwe rails. Die gaan wel nuttig zijn in de toekomst. Vrijheid! Ja! Oh, freedom. Hey, een vogeltje. Nou, teruggekomen in de thuisbasis. Laten we even kijken wat wij allemaal bij elkaar geronseld hebben vandaag. Nou, als ik het zo zie, ben ik er best wel blij mee wat ik bij elkaar heb kunnen halen. Best wel wat diamonds. Dat was echt mijn number one goal. Dus die kunnen gelijk hier, hoppatee, daar weer bij. Heel veel ijzer en kool. Of ijzer en kool, ijzer en goud. Goud zijn voor de appeltjes goed. Voor de golden apples. En de rest is goed voor andere dingen. Huh? Wat zeg, dit kan ik toch niet smelten? Wat doe ik nou fout? Maar je kan die hele blokken natuurlijk helemaal niet omsmelten. Dan moet je eerst gewoon even dit van maken. Hoppakee. En van rauwe blokken, die kan je niet in de furnace stoppen, jongens. Ook weer geleerd. Nou, heel veel nieuwe redstone. Mega veel mine rails. Waar doen we die? Ik heb geen kisten meer. Ik heb geen ruimte hiervoor, jongens. En de rest, die vind ik wel een leuk plekje voor. Laten we in ieder geval... Toeter. Hoppakee. 1, 2. Toeter. Ja, dat vind ik leuk. Jij, Toeter. En die andere bewaren we voor vlek en stip.
Laat ik dan nu ook gelijk even deze redstone, minus deze, even wegbrengen naar de jungle. Want zij geven me altijd zoveel steen. En ik weet dat zij redstone nodig hebben, dus dat lijkt me wel een eerlijke deal. Dat zij dan gewoon even dit van mij krijgen. Alright, deze hun basis is wederom met 100 miljoen keer blokken gegroeid. Dus geen idee waar ze zijn. Hallo? Oh, hij is hier. Hey. Hallo. Hey, ik was je kwijt. Waar was je? Ik stond hier. Ja, oh, kut. Ik stond daar even. Wat is dit? Maar, Imperial hier. Back Alley. Wat is dit? Dit is gewoon een klein steegje. Ja. Dat je sneller er bent. Ja, het was vet irritant welke hier zo lastig. Oh, dus je hebt gewoon een klein steegje gemaakt. Die noemt het de Imperial Back Alley. En die ladder naar beneden, dan kom je zeg maar in de redstone ding. Ah, nou kijk hier. Ik heb die voor je. Oh, is veel, hè? Oh, shit. Heb ik die ook nog voor je? Oh, wat? Oh. Ja, ik krijg altijd zoveel steen voor jullie. Ik heb even gemined en de redstone. Jullie gaan toch redstone uiteindelijk voor mij gebruiken met jullie nieuwe winkeltje. Dus het is een investering in mijn eigen toekomst. Oh ja, precies. Oh, hi Mark. Hallo. Hallo. Hey, jullie hebben redstone gekregen, jongens. Dus we staan weer kiet. Maar kijk. Oh, kan je nou weer een beacon maken? Ja, onze derde. Ah, grinders. Ik ga weg, jullie zijn vieze grinders. Voorden heeft nog steeds hun winkel niet bijgevuld. Wat een luie losers zijn het ook. Ga ik gewoon de tweede review achterlaten. Dit was mijn laatste review. Hier moet ik nog mijn naam bijzetten trouwens. Max. Nou, volgende pagina. Reviewdatum. 4 januari 2022. Tweede review van het jaar. Alles is nog steeds op. Niks is wederom bijgevuld. Helemaal kut. Wederom 1 van de 10. Max. Nou jongens, hier hebben jullie weer een poepreview erbij. Alright. En dan nu is het... Tijd voor de oorlog. Maar ja, wat ik zei, dat is pas vanavond. En het is nu 4 uur tijdens het opnemen van dit, jongens. Dus wat ik ga doen is, ik ga even lekker verder bouwen hieraan. Gewoon beginnen met het interieur. Misschien nog even dat ding daar afmaken, want ik zou een overkapping maken. En tegen tijd dat ik klaar ben, is het waarschijnlijk lekker avond. En dan is het oorlog. Wat voor jullie is in 3, 2, 1. Tot zo. We keren terug. Ik heb niks aan het interieur gedaan. Ik zei dat ik wel wat ging doen, maar het is niet van gekomen. Ik heb wel de overkapping hier gemaakt, die is helemaal af. Maar toen moest ik een andere video inplannen die gisteren online is gekomen. Het was er niet van gekomen. Maar, kijk eens jongens. Het is 8 uur. Het is 8 uur ongeveer. Dat betekent dat het oorlog is. Ben je er klaar voor, stip? Of vlek? Ik weet het nog steeds niet. Heel veel mensen zijn al online. We gaan de spulletjes pakken en ik ga even vragen bij de jongens hoe dit gaat lopen. Oh, ik ben mijn golden apples vergeten. Oh, dit is goed. Dit is goed toe hier. We hebben heel veel nieuwe golden dingetjes. Hatsepat. Hier, jongens. Gebruiken we dat goud toch nog ergens voor? Golden apples voor deze. Laten we genoeg eten meenemen. Golden apples. Ik wil ook wat steen hebben in case dat ik moet gaan bouwen om mezelf te beschermen. Laten we daarvoor deep slate gebruiken. Want dat is echt... Zeg maar, dat duurt wat langer voordat je het kan hakken, weet je? Daar hebben ze iets meer moeite met het kapot hakken van. Laten we een prachtige waterbucket meenemen. Dat is natuurlijk ook nodig in tijden van oorlog. Laten we me niet enchanted diamond helpie op mijn hoofd zetten. Ik ga echt dood. Ik ga waarschijnlijk echt dood. En ik neem een dagboek mee. Ik ga het ook gewoon noemen. Dagboekoorlog. Zo heet het. Beste dagboek. Vandaag is het oorlog. Ik ben bang. Ik ben bang dat ik kwast, berend, vlekstip, dikkie dik en toeter achter zal laten. Ik ga nu naar Kingdom Manoa toe. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet oprecht niet wat er gaat gebeuren. We nemen in ieder geval mijn dagboekje mee. Ik heb overigens geen schild. Ik heb geen boog. Ik heb geen pijlen. Ik heb helemaal geen ene scheid. Ik ben zo slecht voorbereid voor dit. Dus ik ga een beetje op de achterlinie. Goeiedag, heren. Maar kijk eens. Goeiedag. Goeiedag. Dames, goeiedag. Goeiedag. Geen netherite helm. Laten we mijn garenzaal ingaan. Ja, je garenzaal, jongens. Jongens, welkom. We zijn allemaal dood nu. Welkom. Vrienden en vriendinnen, hertog en hertoginnen. Knapen en knaperen. Olaf, met de kerstmuts. Juist. Olaf, hier is je stoel. We zijn compleet, mannen, vrouwen en de zandhex. Ja, nou... Zeg maar, hè? Jij zit aan het hoofd, Zandhex. Nee, ik bedoel, Anna, ga je geen ja, we gaan beginnen met de oorlog. Dat is het hele ding. Wat we willen doen, iedereen gaat zo zijn kant kiezen. Of je kiest mijn kant, of je kiest... je mag zelf kiezen, maar we willen eigenlijk een beetje wel eerlijke team. Trakjes, wie als eerste klacht van de ander aan in zijn kingdom heeft staan. Ondertussen mag je iedereen lekker, beetje iedereen tegen. Ja. Dat is echt een hele verlepte spreekbeurt. Okay. Nou, houd toch op! Ik geef dus, Hanne, ik wil de spreekbeurt geven. Bezwaar. Branden. Wie als eerste de vlag bij Andermans Kingdom krijgt, die heeft gewonnen. Dus als wij die vlag van Hanne en Noah bij ons krijgen, plaatsend en wel, hebben wij gewonnen.
en zo ook wederzijds. Zo zal het zijn. Alle vormen van geweld zijn toegestaan. Killen is toegestaan. Spullen stelen niet toegestaan. Oké, okay, maar we moeten even... Weet je, die voren gaat aan deze kant van de tafel. We kunnen dat beter boven doen, in het zonlicht. Ja, oké. Okay. Laten we naar boven gaan, jongens. Teams maken. Dit hier, dit watertje, dit is Forden. Dus als Forden hier gaat staan, in het water, zo. En dit hier is Anoa in de jungle. Dan gaan we even tellen, oké? Okay? Justin, waar stond jij? Welke kant? Ja. Justin, alsjeblieft. Nee. Volgens mij zijn ze best wel duidelijk. Wat ga je doen, Justin? Jerry! Wat ga je doen? Ja, Jerry! Justin! Je hebt gewoon geslagen! Je hebt gewoon geslagen, dit zou ik niet pikken. Dit is hoogverraad. Justin, dankjewel. Max, join je bij ons. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ik ben geen simp, Max. Jij mag niet meedoen, Max. Het is al 6 uur, dus fijne oorlog, jongens. Hij heeft gekozen. De keuze is gemaakt. De keuze is gemaakt, Bram. Sterf dan maar! De keuze is gemaakt! Okay. Ik heb een breaking ben 3 op de chestplate. We hebben 10 minuten de tijd! Verstop je vlag! Okay. Go! Let's go! Het gaat beginnen! Go! Justin, blijf hier! Ja, weet ik. Justin, wacht. Wacht. Zullen we stiekem ruilen? Dat jij ineens daar bent en ik met hun. Je kan nog overlopen, Justin. Het is nog niet te laat. Ja, we kunnen nog stiekem ruilen. Jij bent nog niet door de portal gegaan. Dan verwarren we iedereen ineens. Nee, we gaan niet ruilen. Jij komt gewoon bij ons. Gaan we binnen. Als je wil binnen, kom je bij ons. Blijf hier, Justin. Ben nog niet door de portal gegaan. Ja, Justin wordt bij ons. Ja, Justin wordt bij ons. Alright. Okay, waar ga je je vlag verstoppen? Of waar ga je hem neerzetten? Kijk, wacht. Als je hem nou... Mag ik hem eens? Kijk, hier. Wat nou als ze hem hier doen? Dan kunnen ze er niet makkelijk via boven en niet makkelijk via onder. En dan hebben we altijd met mensen die een boog hebben, kunnen we ze eraf hitten. Ja, dan moeten er wel een paar op wacht staan dan. En een lantern eronder hangen. Dat is misschien wel leuk, denk ik. Laten we even een beetje dingen opbouwen. Een beetje, we hebben hem wel echt op een obvious plek staan. Oh, ik heb ideeën. Ja. Hebben jullie veel strings? Ja, wij terug in de base. Kan mensen strings halen? Gaan we even een soort obstakels plaatsen? Want dan bouwen we het hier vol. Dan rennen ze erin en dan kunnen we ze kapot schieten met pijlen. We gaan voor deze oorlog ook even mijn shaders uitzetten. Want ja, voor PvP, ja, dan heb ik gewoon kans dat ik mijn shaders minder goed gaat. Ik weet niet waarom dat voor mijn gevoel zo is. Maar we gaan even mijn shaders uitzetten. Oké, jongens. Zijn we er klaar voor? Een paar dingen waar we op moeten letten is... Ik weet dat hun echt insane veel potions hebben. Dus onzichtbaarheid, let op, strength, let op, weet ik veel wat, blindness of weet ik veel wat potions er allemaal zijn. Ik zie jij ook een potion in je handen hebben, maar let daarop. Want ze kunnen hier ineens onzichtbaar komen uit het niets, weet je? Wij hebben een voordeel op hun. Twee voordelen, we zijn met meer. Ander voordeel is, zij kunnen of alleen via de netherportal komen... of ze moeten echt heel ver reizen. Wij kunnen naar de jungle. Wij kunnen naar mijn basis en dan via daar erheen. Dus niet direct via hun portal erheen gaan, want dat zou natuurlijk niet slim zijn, want die gaan 100% hetzelfde doen als wat wij doen, gelijk aanvallen op de portal. Minimaal 4 à 3 hier blijven. De rest valt aan, I guess. Wie blijven er hier? Voren ik hier sowieso blijven. Ja? Ik. En Anne en Noah? Nou, de vrouwen blijven hier. Hier. Mannen! Kom eens hier. Kom eens hier. De vrouwen blijven zoals gewoonlijk uit thuisfront. En de mannen gaan erop uit. Aanvallen, jongens! We gaan ervoor! Succes! Oké, kom snel voordat ze ons tegenkomen. Mijn basis in. Kom. We gaan een stukje lopen. Moet eigenlijk even wachten op Mark. Kut. Ik weet niet of Mark door had dat wij hierheen gingen. Nou, kom, we gaan maar gewoon. Oké, jongens, we zijn aangekomen. Het is oorlog. Het is oorlog, Bram! We hebben vijanden! Bram, het is oorlog! Schieten doen we niet aan, Bram. Schiet eens voor de slappen. Kom hier en vecht dan. Kom hier en vecht als een man, Bram. Stop die pijlen. Stop die aars. En kom hier en vecht als een man. Wil je vechten als een man, jongen? Ik wil vechten als een man. Dit is de slag om de brug, Bram. De slag om de brug. Wie dit wint, wint de oorlog. Waar blijft Bram? Wat is uw verzoek? Bram, ik wil je kampioen op de brug. Je wil de sterkste. Je wil de sterkste. Ik wil de kampioen. Dan krijg je de sterkste, Max. Oh. Ik wou eten, Bram. Nee! Bram, hij heeft een veel sterker wapen. Bram heeft echt een sterk wapen. Wat heeft hij erop staan? Oh mijn god. Ik heb de eerste slag verloren, maar ik heb geen potions. Ik had potions moeten maken, jongens. Ik had overduidelijk potions moeten maken. Weet je wat? We gaan gewoon heel casual die kant op lopen. Ik ga kijken of ik mijn spullen kan krijgen. Oh, die liggen hier in de kist. Kijk, mijn spullen. Oh, er ligt hier nog een beetje. Laten we mijn spullen eerst weer even kweken. Hoppakee. Nou, laten we gewoon naar binnen. Nou, waar is die vlag van hun? Waar is die vlag? Bram, waar is je vlag? Max is in de beet! Dag, Bram! Oh! Je hakt je eigen ding! Kom op, go! Hoe sterk is jouw shit, Bram? Hoe sterk is zijn meuk? Oh my days. Ik doe zo weinig damage voor mijn gevoel. Hey.
Bij de portal, bij de portal! Hey Justin, kijk wat ik heb gevonden. Zullen we hiermee gaan, Justin? Of laten we hiermee even richting mijn basis rennen. Ik loop gewoon rond en in één keer denk ik, hey, die vlag. Zal ik hem op mijn hoofd zetten? Zo, hier, heb ik hem overduidelijk. Open de poort! Open de poort! Open de poort! Paniek! Sneller! Ja, wacht even. Sneller! We hebben hem! Sneller! We hebben hem! We hebben hem! Nee! Nee, let op! Oh my god! Waar moet hij? Donk. Is dat hem? We hebben hem! Yeah! Hey, what the fuck? We hebben hem! Rick, jongen. We zijn te laat! We hebben hem! Wij hebben hem ook. Is dit het nu, of doen we gewoon... Nee, we hebben nog een arena gevecht. We hebben nog een arena. Ik wil 1v1 zien, jongens. Nou, jongens, naar de arena. Welkom bij dit gevecht, jongens. Welkom allemaal. De oorlog is juist gedaan, maar dat is nog niet het einde. We hebben hier lichtgewicht Noah met de diamonds. Waarschijnlijk gaat ze sterven. En in deze hoek, 300 kilo. Bam. Net supersterk. Waarschijnlijk gaat winnen. Zonder zijn potions moeten we nog zien. Niet Rick. Nee, we komen daar nog. We komen nog bij de 500 kilo hoor, geen zorgen. We hebben hier in deze hoek Bram, was het sterkste van net, maar nu heeft hij geen potions, we moeten maar zien hoe het gaat. We hebben hier Anne. Anne die heeft een schild, die moet waarschijnlijk Noah carryen. Maar Noah gaat er last zijn. Oké, we nemen mijn blokje de grond raak. Victor! Wat is dit? Oh mijn god! Loot! Zijn met z'n twee alleen dood. We gaan... Oh, wat mooi. Wat mooi. Wat was dit voor slecht? Wat een loser. Wat was dit voor plan? Tot zover de arena. We hebben vandaag een strijd gestreden. Een goede strijd. En helaas heeft Kingdom Voorde verloren. Zelfs de zombie mag je niet. Eén ding wil ik wel meegeven aan mijn kameraden. We hebben goed gevochten. We hebben eerlijk gevochten. En we hebben plezier gehad. En dat is goed waar verloren. Het om gaat. We hebben goed verloren. We geven ons verlies toe als mannen. En daarom moeten we nu een vredig tijdperk kunnen starten. Ja. In Content Veen 2.0. Jongens, ik heb een goed idee voor een vredig tijdperk. Een goed begin. Ik wil nog één ding zeggen. Als we ooit weer een oorlog doen, ik hoor niet bij jullie twee dat jullie. Dat is even één ding wat daarover. Ik denk, wat misschien een leuk idee is om even te gaan dansen op de dansvloer. Nou, ik heb ook een goed idee voor een. Dat we zeg maar een. Hoe noem je het? Een gebaar kunnen maken voor een goed nieuw begin. Daarvoor heb ik een kist nodig in lava. Oké, jongens. Iedereen offert een van zijn beste items op. Nee! Vandaag, jawel. Nee. Jawel. Een van zijn beste items. Ik heb het blijkbaar al twee opgeofferd, want ik ben twee tools kwijt. Nee, doe nou geen troepen meer. Ja, kijk, Nathan doet het goed. Nathan die offert wat goeds op. Ik offer mijn brandbreker. Het schild is wel. Jawel, de brandbreker. Ik offer hem. Hier, goed zo. Goed ik zo. Heb een schild erin. Ja, maar dat is poep. Dat is een schild. Wat moet dat nou? Mijn witte schild. Ik doe de brandbreker. Ik vind Joris offer vind ik ook waardig. Ik offer de AK-47. De AK-47 van Nathan. Dat vind ik een goed offer. Dat vind ik een goed offer. Afstand houden. Afstand. Afstand. Oké, ik... Justin, jij hebt de diamond armor. Ga je gang. Afstand gelijk. Anders pak je het allemaal weer op. Anders pak je het op. Iedereen op de dansvloer, ja. Iedereen ready. Vrouwen, dankjewel. Kleren uit. Ja. Kleren uit inderdaad op de dansvloer. Daar gaan we. Nee, bro. Ja. Ja. Ja, dit is het goede. Dit is de goede tune, jongens. Stelletje volwassenen die op een dansvloer lopen te spelen in Minecraft. Yeah. Oké, dag jongens. Nee. Succes met feesten. Wat heb je? Oh. Nee, die ben je sterk. Hoeveel damage doet dit? Wat ben je, heb je? Als ik je nu gewoon in mijn handen sla. Nee! Wat dan? Dat gebeurt er dan? Als ik je gewoon in mijn handen sla. Ik ben onschuldig! Als ik je gewoon in mijn handen sla.
Arme Justin. Nou jongens, dat was me toch eens een oorlog. Er is veel gevochten, er is veel opgeofferd. We hebben allemaal uit teken van vrede hebben we een van onze beste items opgeofferd. En daarom is mijn brandbreker helaas verdwenen. Hij is niet langer onder ons. Maar joh, we grinden toch genoeg, dus we maken wel een nieuwe. Maken we de nieuwe brandbreker. Brandbreker 2, incoming. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat niet gedaan hebt. Reageer dat je bent geabonneerd en dan dat zou gewoon erg cool zijn. Dan spreek ik jullie later. Glaasje water, tot 4 flesje bier. Like de video en tot de volgende keer. Yeah!